Deze meditatie wordt verzorgd door Dominee van der Plas. Hartelijk welkom bij Dagelijks Woord. We lezen vandaag verder in Lucas 6. We beginnen bij vers 46. Waarom noemt u mij Heere Heere en doet niet wat ik zeg? Ieder die naar mij toekomt en mijn woorden hoort en ze doet, ik zal u laten zien aan wie hij gelijk is. Hij is gelijk aan een man die een huis bouwde. Hij groef en diepte uit en legde het fundament op de rots. Toen de hoge vloed kwam, sloeg de waterstroom tegen dat huis aan en kon het niet doen wankelen, want het was op de rots gefundeerd. Maar wie ze gehoord en niet gedaan zal hebben, is gelijk aan een man die een huis bouwde op de aarde, zonder fundament. Toen de waterstromen tegenaan sloeg, stortte het meteen in en de val van dat huis was groot. Een tijd geleden zag ik een reportage over een woonwijk ergens in Amerika waar zich een ramp voltrok. Het waren kapitale gebouwen, prachtige huizen waaraan kosten of moeite gespaard waren. Ze lagen op een heuvel die uitzag over een baai met verder weg de stad. Het was de droom van elke rijke om daar te wonen. Toen ontstonden er scheuren in de aarde. De muren van de huizen begonnen te werken. Op een kwade dag verschoven zomaar een deel van de heuvel en weer later brak een gedeelte van een huis eenvoudig af. Daarna gebeurde hetzelfde straat verder. Ten slotte werd de hele wijk ontruimd. Het bleek er levensgevaarlijk. De heuvel bestond uit losse grond, er zat geen structuur in. Toen die massa op een gegeven moment begon te schuiven, was er geen houden meer aan. Huizen die miljoenen hadden gekost gingen eenvoudig de diepte in. Ze waren mooi gebouwd, maar ze eindigden in puin omdat een goed fundament ontbrak. Dat is ook aan de orde in deze gelijkenis. De heer Jezus sluit daarmee de bergreden af. Het is als het ware de toepassing van alles wat hij daarvoor heeft gezegd. Alsof hij zeggen wil: daar draait alles om horen en doen. Die twee gaan samen. Het is niet genoeg dat je het woord hoort, je moet er ook naar leven, anders ben je precies als een bouwer die zijn huis op zand bouwt. Ik zal u tonen, zegt hij, u demonstreren dat je een houvast nodig hebt waar je op bouwen kunt. Vaste grond die het houdt als het er werkelijk in je leven op aankomt. De gelijkenis begint met een man die een huis bouwde. Hij maakte er werk van. Hij groef en diepte uit en legde het fundament op een rots. We zien hem in gedachten aan het werk. Alles gebeurde nog met de hand, dus hij was er lang mee bezig. Was het niet een beetje overdreven om er zoveel werk van te maken? Dat vond de man niet. Hij wist dat het nodig was, want hij rekende met de toekomst. Daarom groef hij tot op de harde rots. Daar legde hij de fundering van zijn huis op. Geleidelijk werden de muren opgemetseld en ontstond het huis. En toen alles klaar was, zei hij: Het was een heel werk, maar het was de moeite waard, want nu hebben we een plaats waar we veilig kunnen wonen. De tweede bouwer schiet veel sneller op. Hij heeft dus de grond opgezocht waar het zand hard is en daar bouwt hij eenvoudig op. Hij hoeft niet te graven of grote stenen weg te ruimen. Terwijl de eerste man nog steeds bezig is om de fundering van zijn huis te leggen, is de tweede al bijna klaar met de bouw. En wanneer het werk van beide bouwers klaar is, zie je aan de buitenkant nauwelijks verschil tussen de huizen. Totdat de winter komt. En de regenbuien losbreken. De harde zandgrond wordt doorweekt van het water en begint te schuiven. Het huis van de eerste bouwer krijgt het ook zwaar te verduren. Het water dat van de bergen naar beneden komt, wordt tot een woeste rivier die overstroomt. Het spoelt alles weg rond het huis van de man en zijn gezin. Maar het huis blijft staan. Het heeft een fundament dat alle stormen doorstaat. De rots is onwrikbaar en draagt het huis dwars door de stormen heen. Bij de andere bouwer voltrekt zich een ramp. Het harde zand waar hij op bouwde blijkt de bedding te zijn van een droge Wadi. Droge Wadi, een rivier die maar heel af en toe water bevat. Maar nu het regent, slaat het water van de bergen tegen het huis aan. Het zand spoelt zomaar weg en het nieuw gebouwde huis stort in elkaar. Er blijft alleen een grote puinhoop van over. We denken dat komt er dus van als je een huis op het zand bouwt. Ja, zegt de heer, dat is dus wel duidelijk. Maar zullen we het nu ook over uw eigen leven hebben? Waar bouwt u eigenlijk op? En wat is uw houvast? Niet ieder die zegt: Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen, maar die de wil doet van mijn Vader, die in de hemelen is. Dat is geloven in hem die hij gezonden heeft, Jezus Christus. Geloven is ook niet iets van de buitenkant, het raakt je hart. Het eist je helemaal op. Christus vraagt gehoorzaamheid van ons. Hij wil heel ons leven hebben en niet een klein stukje. Daar zit voor ons vaak het probleem. Horen en doen zijn twee. We vinden het meestal maar lastig om die samen te houden. Het past ons meer om ze uiteen te halen. Dan raakt het jezelf veel minder. Je kunt gemakkelijker het woord horen en erover praten dan er naar leven. Zo blijf je toeschouwer, net als de mensen om Jezus heen. Je zegt dat je gelooft, maar eigenlijk geloof je het wel. Dat is levensgevaarlijk. Christus zegt. Wat gebeurt er met je als de beproevingen komen? Wanneer je ziek wordt of tegenslagen krijgt? Geloven lijkt zo gemakkelijk als alles voor de wind gaat en je hebt wat je hart begeert. Maar als je leven onder spanning komt te staan en je moet inleveren, waar blijf je dan met dat geloof? Als je dan alleen houvast hebt in de dingen die voorbij gaan, heb je alles tekort. Dan geldt dat zeker aan het eind van de tijd hoe zullen we straks voor God verschijnen. De vloed en de waterstroom uit de gelijkenis zijn symbolen van het oordeel van God aan het eind van de tijd. Daarom is een wijs mens iemand die rekent met de toekomst. Zoals de wijze bouwer rekende met het geweld van de storm en de regenbuien, wanneer alles rond hem zou wegspoelen, dan moest zijn huis een nauw vast hebben dat staan bleef. Dat heeft dus alles met ons hart en leven te maken. Hebben we Christus als onze zaligmaker leren kennen en leven we ook in zijn dienst? Echt geloof komt uit in je handel en wandel. Dan heb je de Heere elke dag nodig. Het leert ons vragen, leer mij naar uw wil te handelen. We zijn immers mensen onderweg naar God toe. Wanneer Hij komt en klopt, zal Jezus ons dan wakend vinden... Ligt uw leven vast in zijn volbrachte werk? Dan wordt het op God gericht en krijgt het woord hoe langer hoe meer het voor het zeggen in ons leven. Dat miste de dwaze bouwer. Zijn huis had geen vast fundament, alles waar hij op steunde was drijfzand. Zo zijn we dus wanneer we in eigen kracht leven. Maar de Heere wijst ons een andere weg: horen en doen. Paulus zegt. Niemand kan een ander fundament leggen dan wat al gelegd is. Hij wijst ons naar de Heere Jezus Christus. Toen de heiland leed en stierf, werd de prijs betaald om zondaren te verlossen. En wanneer we daardoor het geloof uitleven, hebben we houvast. Het lied zegt, Jezus, uw verzoenend sterven, blijft het rustpunt van mijn hart. Dat leert je ook in de dienst van de Heere leven. Het geeft ons diepgang wanneer we niet alleen het evangelie horen maar het ook doen zo krijgen we de heren ook steeds meer nodig ik kom van mezelf alles tekort maar hij zegt mijn genade is u genoeg dat houdt het vol door de stormen heen tot in eeuwigheid lied zegt wie op het woord vertrouwen dat uitging uit gods mond die kunnen veilig bouwen hun huis heeft vaste grond Amen. We zullen samen danken en bidden. Heere God, wat is het rijk om zo bij uw woord te mogen leven? Maar ook verantwoordelijk, want u roept ons tot uw dienst. Bewaar ons ervoor dat we het alleen bij horen laten en dat het in ons leven nooit komt tot bekering, tot geloof, tot een leven in uw dienst. Maar tegelijk, wat een rijkdom dat u ons daartoe roepen wilt, en ook alles schenken wilt wat we ervoor nodig hebben. Leer ons leven van uw genade alleen, en zo tot een zegen zijn voor ieder die we ontmoeten. Ga met ons en sterk ons, wil ons zegenen, om Jezus wil alleen, uit genade. Amen.